Het zijn de minister-president en de ministers van Economie en Volksgezondheid van de regio Castilië en León die speciaal naar Zeelen zijn gekomen. Over enkele weken opent luierfabrikant Drylock in Segovia een nieuwe fabriek. Een investering die daar met open armen wordt ontvangen. Drylock invest a lot of money, more than 45 million in the region. And the good news is the for the employment in the region. Because Drylock create more than 100 employees in Castilla y León. En zo zet Drylock zijn groei voort. Het bedrijf werd in 2011 opgericht door Bart van Malderen, nadat hij enkele jaren eerder Ontex, die andere grote luierfabrikant, van de hand had gedaan. Maar terwijl Ontex momenteel volop moet saneren, blijft Drylock groeien. Het heeft nu al 9 fabrieken verspreid over de hele wereld. En met deze nieuwste vestiging in Segovia komt Van Malderen op bekend terrein, want eerder had hij in de stad al een vestiging van datzelfde Ontex. Dat is waarschijnlijk toeval. De markt is de markt. Wij zijn gekomen met innovatieve, ultradunne luiers die niemand had. En dan moeten we ons organiseren. En moeten we lokaal gaan produceren. Het is nog altijd zo, hoe dun de luiers ook zijn vandaag, het transport blijft een belangrijke factor. Dus is het logisch dat we verspreid over Europa productieentiteiten inplanten om lokaal zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk de lokale markt te bevoorraden. Plannen om in Zeelen te gaan produceren zijn er voorlopig niet. Maar volgens zaakvoerder Bart van Malderen is deze investering in het buitenland ook goed nieuws voor onze regio. We zijn gestart in 2011. Sinds 4 jaar zitten we in Zeelen. Toen zijn we begonnen met 3 mensen hier in dit gebouw. Ondertussen zijn we met een 60-tal mensen. Dus het hoofdkwartier van Drylock bevindt zich in Zeelen en zal hier ook blijven. Dus hier blijven we verder groeien in de komende jaren.